Dit is het Los Monteros Hotel waar Feyenoord de afgelopen week verbleef. Een luxe 5-sterren hotel waar weliswaar van alles te doen was, maar de spelers waren er natuurlijk maar voor één ding. Trainen, trainen en nog eens trainen. Morgen, dames en heren. Kom op, man, het is te makkelijk, man. Hey. Er werd zo nu en dan pittig getraind, waardoor er wel eens blessures waren. Maar gelukkig voor Koeman bleef iedereen fit. Koeman nam twee A-junioren mee naar Marbella. Linksback Lucas Woudenberg en centrale verdediger Sven van Beek. De twee hebben in de verdediging te veel concurrentie om nu al door te breken. Maar Koeman is uiterst tevreden over het tweetal. Het zijn prima jongens. Die stralen nog uit dat ze heel, heel blij zijn dat ze hier mogen zijn. Ik vind ook dat dat zo hoort. Maar ja, beide krijgen de kans om hun kunsten te vertonen. En dat gaat heel goed. En dan zullen we de toekomst afwachten wanneer het echt definitief is. Of dat, dat ze echt hun debuut gaan maken. Maar dat ligt ook aan concurrentie op die posities. Maar het zijn absoluut twee talenten die stappen gaan maken. Twee spelers die de stap al hebben gemaakt zijn de twee groeibriljantjes van Feyenoord. De 18-jarige Tony Villena en Jean-Paul Boetius. Zij braken het afgelopen jaar definitief door in de Kuip. Ik heb wel hele grote stappen gemaakt. Ik denk dat ik veel heb geleerd. Ook van de spelers zelf en van de trainers. Ik denk dat ik volwassen ben geworden. Dus dat is wel goed. Ik denk dat ik wel tevreden mag zijn over hoe het is gegaan. Natuurlijk veel op me afgekomen. Doorbrak bij het eerste. Ik mocht erbij blijven. Een paar goede wedstrijden gehad. Ik heb denk ik vaak, ja, best wel vaak basis gestaan. Dus ik denk dat ik wel tevreden mag zijn over hoe het nu loopt. Maar ik denk dat er veel meer in zit en dat moeten we nog eruit zien te halen. Je favoriete buitenlandse club? Bayern München. FC Barcelona. Favoriete eten? Roti. Pannenkoeken. Favoriete plek in Rotterdam? Mijn eigen huis. Zuid. Villena en Boetius trekken tijdens het trainingskamp veelvuldig met elkaar op. De twee kennen elkaar dan ook al uit de F'jes. Ik kan het goed vinden met Jean-Paul. Ik denk ook al vanaf de jeugd. Dat we samen aan de linkerkant speelden. Dus dat is wel makkelijker voor ons. Nou ja, hier zo heeft mijn kamergenootje alles. We lopen gewoon met elkaar. Er zijn ook vaak genoeg andere jongens bij. Maar toevallig, ja, we lopen altijd wel samen dat wel. Toen we nog in de jeugd zaten, praten we altijd over, ja, we willen in de Kuip spelen met z'n allen. Ja, nu zie je toch wel dat er een paar jongens zijn doorgestroomd. Dat is wel heel leuk om te zien. Lijf vanuit mijn vrouw, ja. Favoriete vrouw? Mijn moeder. De bal. Favoriete muziek? R&B, denk ik. Rap. Favoriete buitenlandse speler? Frank Ribéry. Messi. Beide talenten hebben onlangs hun contract bij Feyenoord verlengd. Ondanks dat er nu al interesse was van buitenlandse clubs. Toch hebben ze dat buitenland kunnen weerstaan. Ja, ik ben Feyenoord kind. Ik ben al vanaf, ik zat in de F, ben ik al bij Feyenoord begonnen. En mijn droom was altijd om in de Kuip te gaan spelen. En ja, als je die kans dan hebt, die moet je dan grijpen.
En ik denk dat je dan niet voor het buitenland gaat kiezen. Nee, ik kan nog heel veel leren bij deze club, zeker weten. Daar ben ik tevreden om. En ik heb ook de mogelijkheden hier bij Feyenoord. Verder van andere clubs of zo had ik niet echt interesse op wat dan ook. Dus voor mij was het een hele makkelijke keus. Feyenoord is altijd een club geweest waar ik zou willen blijven en eerst een goede status wil kweken. En ja, dat is perfect nu, deze omstandigheden. In de Spaanse zon werkte Ruben Schaken aan zijn herstel. De aanvaller werd op 28 december geopereerd aan beide liezen. Voor het herstel staat 6 weken, maar Schaken ligt ver voor op schema. Het gaat hartstikke goed, boven verwachting, dus hopelijk kan het alleen maar beter. Schaken lijkt te worden klaargestoomd voor de topduels tegen Twente en PSV. En misschien zelfs Ajax. Nee, dat is niet realistisch. We willen niks forceren. Ik heb ook zelf natuurlijk wat vinger in de pap. Ik heb gezegd, nou ja, ik wil niet te hard van stapel lopen. Want ik ben gewoon bang voor de terugslag. En dan kan je alles weer, kan je weer opnieuw beginnen. Dus je kan liever een dag te laat dan een week te vroeg, zeg maar. Vandaag werd bekend dat de gehuurde Noor Omar El Abdoui terug naar Manchester City gaat. Zijn landgenoot Harmit Singh kwam in de eerste helft van het seizoen ook weinig in actie, maar vecht nog wel voor zijn kans. We've been knowing since we were young, I think 14 or 15 years old. He's a great player, of course, technical and loves the ball. You know, can do great things. He's really quick and he's good offensively and also defensively. Do you speak Dutch a little bit? Ik praat een beetje. Yeah. Ik praat niet Nederlands. Who's the most intelligent of both? Okay, I have to say it's me, man. I have to say, come on, man. You have to be honest. Yeah, that's why I have to be honest, you know, not to be shy. To be honest, I think I got more. I'm more intelligent than you. I'm enjoying my time at Feyenoord and I think I can develop myself as a football player. So it's just about being patient. Of course, want to play as much as we can, both of us, I think, but yeah, enjoying it. If you play a lot of minutes, then of course you get a lot of more confident and then you play better. So as more as you play, the more satisfied you get. Who is the best by the ladies? Me, I've got a girlfriend, so I've got the best girlfriend ever. So that's an excuse, you know. But obviously, you can see. But you can see. You can see. But you see the way we both look. So yeah, it's obvious. Okay. Obvious thing. We both are attractive. There's no problem. Koeman vindt dat zijn elftal verder is dan vorig seizoen. Gezien de resultaten is dat zeker het geval, want Feyenoord strijdt nog om 2 prijzen, de landstitel en de KNVB-beker. De eerste seizoenshelft heeft Feyenoord boven verwachting gepresteerd en dat verdient dan ook een hoog rapportcijfer.
Nou, als team absoluut een 8, denk ik. Zijn altijd een 8 wil zeggen dat ik zeer tevreden ben over de groep, hoe er gewerkt is. Eén is dat spelers zich ontwikkelen. Het individu wordt beter, waardoor het team uiteindelijk beter wordt. En ook de ambitie die de groep heeft, wat ze uitstralen. Als je dat ook weer deze week ziet, heel gedisciplineerd. Maximale intensiteit stoppen ze erin in de trainingen. Ja, daar ben ik zeer tevreden over. Het is pas halverwege. Hè. Het is een tussenstand. En het rapportcijfer einde van het seizoen moet, als dat ook een 8 is, dan denk ik dat we zeer tevreden kunnen zijn.